Wie betaalt, bepaalt, toch? Jouw belastinggeld gaat niet alleen naar Den Haag, maar ook naar de provincie. In Hoe staat het met? Onderzoeken we wat zich afspeelt in Noord-Holland. En wat dat voor jou betekent. In deze aflevering, Hoe staat het met de Provinciale Staten? Noord-Holland, de provincie waar we patat zeggen in plaats van friet en daar het liefst een flinke klodder Zaanse mayo bij knallen. Een kweekvijver van volkszangers, voetballers en heel veel fruit. Waar we al 40 jaar de dijk hebben, 90 jaar de afsluitdijk en waar de kop van ons kikkerlandje lijkt op die van een hond. De opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen ligt aanzienlijk lager dan bij de Tweede Kamer. In 2019 was ruim 67% van de mensen die mochten stemmen 50 plus. Maar waarom gaan wij dan niet massaal naar de stembus? Hoog tijd om het eens te gaan hebben over de provincie en politiek. Want zeg nou zelf, hoe Noord-Hollands voel jij je eigenlijk? Heel Noord-Hollands. Ik voel me niet Noord-Hollandser dan iemand anders, denk ik. Niet, want ik kom uit Groningen. Ja, eigenlijk over de jaren heen ben ik me steeds Noord-Hollandser gaan voelen. Nou, erg Noord-Hollands. Ik ben in Amsterdam geboren. Ik woon nu een jaar of 15 in Purmerend. Dus ja, wat mij betreft ben ik Noord-Hollands. Iemand die zich zeker Noord-Hollands voelt is Anouk Gielen. Met 23 jaar het jongste statenlid van Noord-Holland en lijsttrekker van GroenLinks. Omdat Anouk vaak te vinden is bij protestacties of onder andere de Dam en het Malieveld, nodigden we haar uit om een protestbord te maken. Nou Anouk, allereerst, wat is de laatste keer dat jij hebt geprotesteerd? Nou, dat is een tijdje geleden. Op Schiphol waren we toen voor de krimp van de luchtvaart. Daar hebben we een mooi protest gehouden, helemaal door Schiphol heen eigenlijk. Jongeren gaan steeds vaker de straat op. Heb jij het idee dat het dan ook een beetje mis aan het gaan is tussen jongeren en de politiek? Nee, ik denk dat het heel erg goed is dat jongeren zo vaak de straat op gaan. Ik denk ook dat dat heel erg laat zien dat jongeren heel betrokken zijn en zich druk maken over issues. En ik denk ook dat er veel wantrouwen inderdaad is richting de politiek. En dat kan ik me af en toe ook best wel voorstellen. Want als je naar kijkt naar wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. Te weinig actie op de klimaatcrisis, toeslagenaffaire, niemand kan meer een huis vinden. Dan is er ook echt wel best wel veel om teleurgesteld in te zijn. Jij bent al best jong aan de politiek begonnen. Kan jij uitleggen waarom? Nou, ik was 19 toen ik de politiek in ging. En dat is echt inderdaad best wel jong. En dat deed ik eigenlijk omdat ik zag dat er best wel veel grote problemen spelen. En dat die ook allemaal onze generatie heel hard raken. Dus bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Ja, wij moeten daarmee gaan dealen. Maar wij zijn ook de laatste generatie die het op kan lossen. En juist daarom denk ik dat het zo belangrijk is om dat jongerenperspectief echt te laten horen in de politiek. Oké, wacht even. Dus Anouk koos ervoor om het jongerenperspectief te laten horen als statenlid. De Provinciale Staten zijn een soort Tweede Kamer van de provincie. Maar waar beslist de provincie dan over? Ik heb geen idee. Echt, vraag me er niet om, ik weet het echt niet. Ik heb geen idee. Wegen, regels over de boeren nu, over de straten. Of je je fiets hier mag parkeren. Windmolens. Dat is een vraag waar ik iets meer van zou moeten weten. Wat zijn volgens jou nou de belangrijkste dingen waar de provinciale politiek macht over heeft? Nou, ik denk dat de provincie, als je het heel kort moet samenvatten, eigenlijk vaak gaat over waar dingen gebeuren. Dus denk bijvoorbeeld aan waar komen windmolens of waar hebben we extra natuur nodig. Maar ook waar is meer ruimte voor biologische landbouw en waar zouden we meer geld moeten stoppen in regionale cultuur. Dat soort thema's, dat zijn wel echt de dingen waar we in de provincie over gaan. De provincie bepaalt wat er waar moet gebeuren. Dus ook of er nieuwe jongerenwoningen gebouwd worden in jouw stad of dorp. En komt daar dan een nachtbus die jou na het stappen veilig thuis brengt, rijdt die wel op duurzame brandstof. Jouw stem heeft dus meer invloed dan je misschien denkt. Noord-Holland voor jou. Het is wel leesbaar. Het is dat leesbaar. Vind ik wel al. Ja? Goed. Tweetje? Ja, plaatje toch? Prachtig. Tot slot, Ongefilterd. Waarin jullie zelf je ongefilterde mening geven over een politieke kwestie. Yo, ik ben Elise Richard en ik ben een deel van Represent Yourself. En als ik heel eerlijk ben, vind ik de communicatie tussen de overheid en de jongeren nogal mager. En mijn advies is, ga in gesprek met jongeren. Geloof me, ze weten wat ze willen, ze weten wat ze vinden en ze weten wat jij kan doen om de samenleving te verbeteren. Laat hun zichzelf representeren.
Dat is mijn advies.